Goedemiddag. Welkom op dit webinar over de renovatie van appartementsgebouwen. Dit webinar is mede georganiseerd door Fluvius en de Univoor Vlaamse Syndici, UVS, en wordt ook mede mogelijk gemaakt met steun van het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen. Ik ben Tim van Helden van de Vlaamse Confederatie Bouw en we hebben voor u vandaag enkele sprekers kunnen strikken die het uiteraard alle gaan hebben binnen het thema over de renovatie van appartementsgebouwen. Een praktisch element nog. Aan het einde van alle presentaties is er een vraag- en antwoordmoment voorzien. De vragen die kunnen gesteld worden via de chatfunctie die u vindt via het tekstballonnetje op uw scherm. De vragen worden schriftelijk gesteld en zullen dan aan het einde mondeling beantwoord worden door de sprekers. Om het voor de sprekers dus gemakkelijker te maken, zou ik u willen vragen om daar dan bij te zetten aan wie u de vraag richt. Bijvoorbeeld, als u een vraag geeft voor onze directeur-generaal, zeg dan vcb-dubbelpunt of mark-dubbelpunt. Zo is het voor de sprekers dus straks gemakkelijker om te filteren op de vragen die specifiek aan hen gericht zijn. We hebben een druk programma van vandaag, dus ik ga meteen het woord geven aan de directeur-generaal van de Vlaamse Confederatie Bouw en dat is Mark Dille. Mark, het woord is aan u. Dank u wel, Tim. We zijn natuurlijk blij dat er zoveel interesse is voor dit webinar. Voor de Vlaamse Confederatie Bouw is dit niet de eerste keer dat we dit thema behandelen. Tijdens verschillende energiecongressen, jaarlijkse energiecongressen, van de Vlaamse Confederatie Bouw hebben we dat thema ook al behandeld. En we hebben toen vastgesteld dat er toch wel wat extra aandacht zou moeten gaan naar de energetische renovatie van gebouwen in mede-eigendom. En nu met de duidelijke doelstelling dat we tegen 2050 eigenlijk alle bestaande woningen energiezuinig moeten krijgen en eigenlijk een A-label zouden moeten geven, dus een E60 in nieuwbouwtermen, wordt het wel erg duidelijk hoe groot de uitdaging is. We zien dat beleidsmatig heel wat inspanningen worden gedaan om individuele woningen aan te zetten om energetisch te renoveren. De instrumenten daarvoor die bestaan al voor een groot deel. Men wil ook de mensen aanmoedigen om binnen de 5 jaar na verwerving van een woning die woning energetisch efficiënt te maken. Dat is een goede zaak dat dat gepromoot wordt. Maar voor gebouwen in mede-eigendom zijn die instrumenten vaak niet aangepast aan de specifieke situatie van gebouwen in mede-eigendom. De specifieke uitdagingen waar dat we voor staan voor de appartementen zijn onder meer financieel. Hoe gaan we dat financieren, die mede-eigendom? Wetende dat de bouwmuur van een gebouw, dat je daar weinig of geen hypotheek kunt op krijgen. Je zit met verschillende eigenaars die moeten beslissen. Vaak ouderen en jongeren door elkaar, mensen die koopkrachtiger zijn en minder koopkrachtiger, waardoor dat het heel moeilijk is om meerderheid te vinden in die beslissingen. En dan tenslotte zijn er nog de technische problemen. Uit onze vorige energiecongressen blijkt duidelijk dat die technische problemen toch ook niet te onderschatten zijn. We hebben gemerkt dat technische installaties vervangen en die op een bepaalde periode afschrijven, dat dat nog makkelijker is, maar dan de ganse schil gaan energetisch renoveren, daar wordt het financieel al een stuk moeilijker. Dus we zitten met verschillende soorten specifieke uitdagingen voor gebouwen in mede-eigendom. En langs de andere kant zien we dat de beleidsondersteunende maatregelen op dat vlak nog niet volledig voldoende zijn om die uitdaging voor 2050 te kunnen realiseren. Vandaar dat we besloten hebben dit webinar te organiseren. En we hebben de meest eminente sprekers bij elkaar gekregen, denken we. Daar zijn we van overtuigd. En vandaar ook dat ik jullie nog een leerrijke namiddag toewens. En ik geef graag het woord terug aan Tim. Ja, dankjewel Mark. En de tweede spreker van vandaag is Roel Vermeeren van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap. En hij gaat het Vlaamse renovatiebeleid toelichten. Roel, het woord is aan u. Dank u wel, Tim. Goedemiddag allemaal. Ik probeer mijn presentatie te delen. Ik denk dat dat gelukt is. Nog even in show mode zetten.
Ja. Dus, ik ben Roel Vermeijer van het Vlaamse Energie- en Klimaatagentschap. Ik ben daar actief als coördinator voor de lange termijn renovatiestrategie 2050. En ik ga ter introductie van dit webinar eventjes de Vlaamse beleidsmaatregelen die nu al bestaan en die in de pijplijn zitten voor de renovatie van appartementsgebouwen toelichten. Maar laat me eerst starten met het nog eens kader van de doelstelling 2050. We hebben in het kader van de lange termijn renovatiestrategie een doelstelling voor zowel woningen als voor tertiaire gebouwen vastgelegd. Dus zoals Mark ook al aankaartte, voor 2050 is dat voor de woningen een EPC label A, waar we nu eigenlijk gemiddeld met een EPC label D zitten. En daarvoor hebben we maatregelenpakketten in kaart gebracht die kunnen leiden tot het EPC label A, of men kan ook via een eigen selectie aan maatregelen, inclusief hernieuwbare energie, tot dat label komen. Voor de tertiaire gebouwen is de doelstelling ook zeer ambitieus, namelijk koolstofneutraliteit voor verwarming, sanitair warm water, koeling en verlichting tegen 2050. Als we dan die doelstelling even in cijfers vertalen, dan zie je op basis van de huidige verdeling van de EPC-labels van het woningenpark dat er op dit moment 4,6% van alle woningen voldoet aan de doelstelling 2050, label A. Dus dat betekent dat nog 95% van de woningen te renoveren is en dat we daar 30 jaar de tijd voor hebben. Dus een simpel rekensommetje leert dat we meer dan 3% van alle woningen per jaar zouden moeten kunnen optimaliseren richting label A. Nu, in de praktijk gebeurt die renovatie doorgaans in fases, wat maakt dat die 3% renovatiegraad eigenlijk ook in de praktijk nog hoger zal liggen. Dat zal bijvoorbeeld 6% zijn, of kan eventueel ook 10% zijn, als men zoals in de praktijk gangbaar is, in 3 of 4 fases zulke diepgaande renovaties aanpakt. We hebben in Vlaanderen 850.000 appartementen in een dikke 130.000 appartementsgebouwen op een 3 miljoen woningen. Dus dat is toch wel een aanzienlijk deel van ons woningpark. In de lange termijn strategie hebben wij een aantal strategische opties uitgewerkt en onderbouwd. En ja, in feite zijn die redelijk logisch opgebouwd. We willen de slechtste woningen uitfaseren. Dat is een beetje van onderuit, via minimale normen, bijvoorbeeld ook de normen uit de Vlaamse wooncode, proberen we de allerslechtste woningen uit te faseren en de mensen ook te triggeren om, als zij renoveren, voor elk van de losse renovatiemaatregelen toch meteen de voorwaarden 2050 te behalen. Een andere strategische optie is het benutten van sleutelmomenten. Het is zeer duidelijk dat mensen die een woning verwerven, na aankoop of erfenis, dat dan de kans op diepgaande renovatie in de eerste periode na dat moment veel groter is. Dus het is ook van belang dat wij van het beleid de mensen op dat moment triggeren om ook die energetische aspecten maximaal aan te pakken. En dan tot slot inderdaad de impact van die diepte van de uitgevoerde renovaties. Stel dat al die woningen in 5 fases zouden worden gerenoveerd, ja, dan heb je eigenlijk op jaarbasis 15% van de woningen waar een maatregel zou moeten worden uitgevoerd. Dat is immens veel. Dat gaat om 450.000 woningen, wat dan ook weer een impact heeft op de uitvoerbaarheid in de bouwsector bijvoorbeeld. Nu, wat met appartementen? Het is in de introductie ook al aangekaart. Het is een heel specifiek segment met zijn eigen kenmerken. We hebben daarvoor een specifiek instrumentarium nodig. We weten allemaal het VME-beslissingsproces. Dat is natuurlijk iets helemaal anders dan beslissingsproces op gezinsniveau, zeg maar. We worden ook geconfronteerd in heel wat gebouwen met achterstallig onderhoud. En er zijn ook heel veel gebouwen die in een bepaalde periode, de jaren 70, 80, gebouwd zijn en waar eigenlijk te weinig onderhoud in gebeurd is. En dat komt nu allemaal samen. Er is ook weinig expertise bij de VME's en bij de syndici om dat soort heel diepgaande energetische renovaties aan te pakken. Dus er is nood aan advies en begeleiding. En ook, ja, die investeringen zijn van die aard dat de reserve die doorgaans is opgebouwd niet volstaat en dat ook de financieringscapaciteit bij de VME, bij de leden van de VME, niet altijd volstaat. Nu, wat hebben we aan instrumenten? We hebben het EPC gemene delen. We hebben ook de Vlaamse energielening.
We hebben de nieuwe labelpremie en de energielening plus. We hebben ook nog een aantal dingen in voorbereiding. Want ik ga dadelijk even inzoomen op die bestaande zaken, maar je zal al snel merken dat daar toch dat die niet optimaal zijn afgestemd op de situatie bij VME's. Vandaar dat er ook nog een paar andere maatregelen in voorbereiding zijn die wel specifiek gericht zijn op VME's. Maar eerst eventjes een update over het EPC gemeenschappelijke delen. En zeer recent, op 7 mei, heeft de Vlaamse regering beslist dat er een bijsturing van de kalender voor de verplichting EPC gemene delen komt. En dus dat was voorzien tegen 2022, dus binnen een aantal maanden. Nu, het EPC is eigenlijk in het leven geroepen als hulpmiddel om de energieprestatie te kennen van een appartementsgebouw en om de VME te begeleiden bij het renovatietraject. Het is aanvullend aan het EPC van de individuele appartementen met een label en het is 10 jaar geldig. En moet ook geactualiseerd worden naar werken die impact hebben op de energieprestatie. Nu, er was een periode van 2 jaar voorzien om die EPC's gemene delen te laten opmaken, maar door de coronacrisis is daar veel vertraging in gekomen. Er zijn nog maar minder dan 5000 van die EPC's opgemaakt. En ook de mogelijkheid, zowel bij de deskundigen als bij de VME-vergaderingen, om dat aan te pakken, is momenteel beperkt. Vandaar dat er gekozen is of beslist is om gefaseerd verder te werken. En dat de prioriteit gaat naar de grootste appartementsgebouwen met het grootste besparingspotentieel. Dus appartementen van minstens 15 wooneenheden, die zouden nog wel tegen 1 januari volgend jaar het EPC gemene delen moeten laten opmaken. Dan die categorie daaronder van 5 tot 14, die hebben een jaar meer de tijd. En dan de echt kleine appartementsgebouwen, die hebben nog tot 1 januari 2024 de tijd. Dus dat is een zeer recente beslissing. Dan even inzoomen op de Vlaamse energielening. Dat is een renteloze lening die in theorie is voorbehouden voor prioritaire kwetsbare groepen. Dus maximaal 15.000 euro per jaar, lening op 10 jaar. Die wordt toegekend via de energiehuizen. En de voorwaarden voor de werken zijn eigenlijk afgestemd op de voorwaarden voor de energiepremies. Met name eigenlijk doelstelling 2050. Nu, we hadden ook al een lening voor deze lening die... was ook beschikbaar voor de niet-commerciële rechtspersonen, waaronder ook de VME valt. Tot dit jaar was daar een rente van 1%, maar die is nu teruggebracht naar 0%. Dus men heeft daar ook de mogelijkheid om renteloze lening af te sluiten. 15.000 euro per gebouw en aan te vullen met 7.500 euro per wooneenheid. Via de VME wordt die lening dan terugbetaald en er is ook geen verplichte borgstelling. Nu, dat lijkt interessant, is dus voor werken aan gemene delen. Voor privatieve delen kan het gecombineerd worden met de energielening voor de doelgroep, hè, per appartement, per eigenaar, zeg maar. Nu, er zijn er in 2020 1444 opgestart, 1791 het jaar daarvoor. Maar van dat aantal maar 25 aan vennootschappen en maar 2 aan VME's. Dus je ziet dat die formule momenteel niet aanslaat bij de VME's. Vandaar nood aan specifieke instrumenten. We hebben ook daarop ingespeeld via de labelpremie en via het renteloos renovatiekrediet, waarover dadelijk iets meer uitleg. Maar zeker ook via de bijkomende maatregelen die op dit moment nog in voorbereiding zijn. Dus sinds begin dit jaar bestaat er een labelpremie voor grondige renovatie binnen een termijn van 5 jaar. Dus dat is niet gelinkt aan verkoop, dat is voor alle eigenaars. En ook zoals je ziet in de tabel, voor appartementen beschikbaar. Dus individuele eigenaars kunnen die labelpremie aanvragen als zij binnen een termijn van 5 jaar kunnen aantonen van een label D, E of F te evolueren naar label B of A. En die premie loopt op tot 3.750 euro. Er is ook een renteloze renovatielening die begin dit jaar beschikbaar is voor nieuwe eigenaars. Dus dat is wel exclusief voor nieuwe eigenaars. Dus die kan aangevraagd worden als men het plan heeft om te renoveren binnen de 5 jaar. Ook opnieuw van een slecht label naar een label C of beter. De lening kan worden toegevoegd aan het privaat woonkrediet. En de overheid betaalt de rente op dat luik terug. Dus op de bedragen die vermeld staan in de tabel. Nu, het spreekt voor zich dat dat ook voor VME's
vanuit VME-oogpunt weinig zoden aan de dijk brengt. Eventueel wel, uiteraard, voor individuele eigenaars, de nieuwe eigenaars in een appartementsgebouw. Nu, er zijn ook nieuwe beleidsinstrumenten aangekondigd in het regeerakkoord, het lopende regeerakkoord. De blauw gemarkeerde die zijn ondertussen uitgewerkt en gestart. De rode zijn degenen die specifiek op VME's of op appartementsgebouwen gericht zijn. Ik ga daar even dieper op in. Die zijn dus nog in voorbereiding. We hebben een maatregel in voorbereiding ondersteuning voor de opmaak van een renovatiemasterplan voor VME's, voor appartementsgebouwen. Er is nood aan een helder totaaladvies met een stappenplan en ook een duidelijke investeringskost. Het is ook duidelijk dat het kostenplaatje uiteraard vaak afschrikt. Dat zijn zeer ingrijpende renovaties die wij eigenlijk voorleggen of die wij eigenlijk ambiëren. Maar dat moet dan goed geduid worden. Vandaar dat wij midden dit jaar een call zullen lanceren om de opmaak van zo'n renovatiemasterplan door VME's financieel te ondersteunen. Daar zullen een aantal voorwaarden aan verbonden zijn, met name het opmaken van een conditiestaat, dus gewoon een status van het gebouw op alle vlakken, gebouwtechnisch, installatietechnisch, veiligheid, woonkwaliteit en ook een meerjaren onderhoudsplan. Dus dat is eigenlijk de basis, zeg maar. Maar daarbovenop willen we één of twee renovatiescenario's voorleggen, inclusief een grondige financiële analyse, die ook die financiële analyse vergelijkt met het gewone meerjaren onderhoudsplan. Zodanig dat mensen zicht krijgen op de totale investeringskost, maar ook de energiebesparing, de onderhoudskost op 20 jaar en ook een inschatting van de vastgoedwaarde voor en na. Nu, we hebben ook veel overleg gehad, of een aantal keer overleg gehad met de collega's uit Nederland, waar zo'n systeem ook al langer bestaat. En daar is de nood aan individuele trajectbegeleiding naar voren gekomen. Men heeft dat echt voorgesteld als een conditie die echt vervuld moet zijn. Anders ga je zelfs nog niet binnen bij de VME's. Ze hebben nood aan neutraal, extern advies, laagdrempelig. Dus dat willen we ook opnemen in deze ondersteunende maatregel. We willen ook een team van coaches samenstellen waarop VME's beroep kunnen doen om zo'n de opmaak van een renovatieadvies aan te vatten en ook later doorheen een renovatietraject wat begeleiding en ondersteuning te krijgen. We hebben daar een budget voor voorzien van 4 miljoen euro voor 3 jaar. En op termijn zouden we ook kunnen denken om het meerjaren onderhoudsplan verplicht te maken, maar dat is federale materie, maar dat zou een volgende stap kunnen zijn. En ook zouden we de normen in de Vlaamse wooncode verder kunnen verstrengen, zodanig dat er toch nog iets meer druk van onderuit komt om aan minimale normen te gaan voldoen. Dus die call zal gelanceerd worden wellicht het midden van dit jaar. Een andere zaak die ook in het regeerakkoord of in de beleidsnota energie staat vermeld, is het werken aan langlopende VME-leningen. En we merken nu dat de VME-leningen doorgaans 10, maximaal 12 jaar zijn. En eigenlijk zou dat minstens 20 jaar en liefst nog langer moeten zijn om dit soort grondige renovaties financieel rond te krijgen. En we hebben daar ook ons mosterd gehaald in Nederland. Het regeerakkoord voorziet ook een onderzoek naar een publiek-private samenwerking. We hebben daar ook een aantal stappen in gezet. Maar zeer recent bleek ook dat de private sector nu ook wel in beweging komt. En daar gaan ook later in deze webinar twee sprekers verder op inzoomen. Dus ik ga daar nu zelf niet verder op ingaan. Maar we denken wel dat die langlopende VME-leningen cruciaal zullen zijn om die markt eigenlijk in beweging te krijgen. En de combinatie met die ondersteuning voor het renovatiemasterplan zou denk ik wel eens een zeer goede, nuttige combinatie kunnen zijn. Hopelijk dan ook nog te combineren met een aantal andere instrumenten die individuele eigenaars kunnen benutten om hun deeltje van de financiering rond te krijgen. Ik denk dat we moeten proberen om al die zaken heel laagdrempelig aan te bieden, daar ook over te informeren, te sensibiliseren. Maar er is ook nood, denk ik, aan samenwerking met projecten uit het werkveld. Als wij die maatregelen lanceren, zou het zeer interessant zijn dat we daar een soort vliegende start mee kunnen nemen, een aantal mooie projecten kunnen lanceren, waarover dat we dan samen met een aantal actoren
Of bijvoorbeeld op webinars zoals dit wat kunnen communiceren om zoveel mogelijk VME's daarvoor warm te maken. Dank u wel. Micro. Ja, de micro stond blijkbaar af of is uitgesprongen. Excuses daarvoor. Dus dankjewel Roel voor jouw presentatie. De volgende spreker is Peter van Stredonk van Fluvius. Hij zal het hebben over de rechtpremies en hoe die aan te vragen. Peter, het woord is aan jou. Dankjewel, Tim. Goedemiddag. Mijn naam is inderdaad Peter van Stredonk. Ik werk bij Fluvius binnen de klantendienst als vertegenwoordiger van de partnerwerking. En in het komende kwartiertje zal er meer te weten komen over de verschillende premies en hoe die aan te vragen op ons webportaal. Nu, eind vorig jaar hebben wij ook samen met het WCB een webinar georganiseerd over de verschillende premies. Welke nieuw zijn of opgedate zijn voor 2021. Premies zowel voor woningen als voor appartementen, appartementsgebouwen en voor niet-woongebouwen. De specifieke details over de voorwaarden en wat je allemaal ermee kan doen, vind je zeker en vast terug op onze website. Ik heb hier een klein overzichtje gemaakt van de premies voor zowel isolatie, energiebesparende toestellen en inderdaad de renovatiepremie. En wat betreft voor de lokale besturen en bedrijven zijn er terug ook tal van premies beschikbaar voor 2021. Nu, premies voor de VME van zodra we spreken voor meerdere appartementen of wooneenheden van de verschillende eigenaars in één gebouw, dan zal deze premie aangevraagd worden door de beheerder of de syndicus. We spreken dan bijvoorbeeld over renovaties van de gemeenschappelijke delen, dak, vloer, muur, noem maar op. En als beheerder of als syndicus zal je ertoe verbinden om op te treden in naam van de eigenaar, geïnformeerd te zijn over de premievoorwaarden die van toepassing zijn voor deze VME en ook deze informatie te delen. En natuurlijk ook de premie door te storten of te verdelen aan de verschillende eigenaars. Roel heeft daarnet ook al even aangehaald. Ik ga één premie iets dieper op ingaan, met name de EPC-labelpremie. Deze wordt toegekend vanaf 2021 voor de grondige renovatie van een woning of een wooneenheid binnen een termijn van 5 jaar. En het premiebedrag is gebaseerd op het verschil van de EPC-waarde van de woning voor de start van de renovatiewerken en na de renovatiewerken. Nu, belangrijk. We hebben een EPC nodig, minstens van 2019 of zelfs nog vroeger. En voor een woning kunnen we starten met een E of een F en moeten we naar een A, B of C gaan. En voor een wooneenheid gaan we eigenlijk naar een A of een B label. Nu, de premiebedragen, ga je dat in stappen doen, dan gaan wij natuurlijk het verschil uitbetalen. En als beschermde afnemer kan je tot 20% meer krijgen. En uiteindelijk, als je dan naar een A-label gaat, dan kun je tot €3.750 voor een appartement bekomen. Nu, deze labelpremie is niet cumuleerbaar met de totaal renovatiebonussen van de BNO-pas. Gaan we eigenlijk, hebben we een factuur die voor 2021 gedateerd is, en de premie is ook voor 2021, dan komen we in het BNO-pas systeem. Gaan we na januari 21 onze eindfactuur bekomen en we gaan ook onze premieaanvraag doen na 1 januari 21, dan komen we uit bij de labelpremie. Een uitzondering is, als we nog een ondertekende bestelbon of offerte hebben, dan kunnen we eigenlijk kiezen om in het BNO-pas systeem of in de labelpremiesysteem te komen. Maar eenmaal deze keuze gemaakt is, is deze natuurlijk onherroepelijk. Nu, in dit deel van de toelichting wil ik het graag even hebben hoe je de premies online kan aanvragen en opvolgen.
2020 was sowieso al het jaar waarin iedereen zoveel mogelijk van thuis moest werken. Ondertussen gaat een klein beetje een versoepeling in op 9 juni door de overheid en kunnen we al een keer terug naar kantoor gaan. Maar sowieso online aanvragen, dat moeten wij eigenlijk blijven doen, zodanig dat ook alles veel vlotter verloopt. Nu, bij die premieaanvraag voor een appartementsgebouw komt inderdaad veel kijken. We moeten een aantal gegevens ingevoerd hebben en het is niet altijd eenvoudig om ze als syndicus te bemachtigen. Wat heb je allemaal nodig? Van elke wooneenheid heb je de EAN-code nodig van de elektriciteitsmeter. Nu, die EAN-code is privacygevoelig en wij kunnen vanuit Fluvius niet zomaar aan iedereen deze EAN-code geven. We hebben eigenlijk een mandaat of volmacht aan derden nodig om dit te mogen doorgeven. Hoe ziet zo'n mandaat of een volmacht eruit? Nu, eerst en vooral, indien de syndicus geregistreerd is, moet er geen mandaat van de bewoners of de eigenaars aangeleverd worden. Maar het mandaat moet concreet vermelden dat de derde partij, dus in dit geval de syndicus of de VME, de toelating heeft van de eigenaar om in het kader van premieaanvragen de EAN-code op te vragen bij Fluvius. En vanuit Fluvius stellen we eigenlijk voor om een soort clausule op te nemen in deze overeenkomst die de syndicus met de eigenaars van de woningeenheden heeft afgesproken. En bijvoorbeeld kan de clausule zijn van de eigenaar geeft toestemming aan de VME, de syndicus, om in het kader van de mogelijke premieaanvragen bij Fluvius de EAN-code van mijn elektriciteitsmeter op te vragen. Welke informatie heb je verder nog nodig? Nu, om premies te bekomen en we vragen die aan voor een derde partij, dan hebben we naast de EAN-code zeker en vast de naam, de voornaam, het Rijksregister en het rekeningnummer op waarop de premie mag gestort worden. En natuurlijk ook de EPC-labelpremie hebben we ook de datum van het EPC-label nodig om te weten of dat die zeker minstens vanuit 2019 is. Nu, elke bewoner zal zijn EAN-code terugvinden bovenaan zijn energiefactuur. Voor appartementsgebouwen kan de syndicus een mail sturen naar marktwerking@fluvius.be met de vraag om voor een bepaald EAN-adres de EAN-codes te ontvangen. En als bijlage kan je het mandaat of de mandaten meesturen. En na 2 werkdagen ontvangt de aanvraag normaal gezien een CSV-document met een lijst van de verschillende EAN's. Waarom is er eigenlijk een CSV-bestand nodig en geen Excel-bestand? Nu, de EAN-code bestaat uit 18 cijfers. Zouden we dat in Excel transporteren of formateren, dan gaat deze code geïnterpreteerd worden als getal en ook afgerond worden. Bij een CSV-bestand is dat niet zo. Natuurlijk, via een Excel kan je dat wel nakijken en lezen. Wat moet er daar eigenlijk in staan? In de eerste kolom A gaan alle EAN-codes onder elkaar staan. Eventueel kan je in kolom B extra informatie toevoegen van de naam van de eigenaar van de wooneenheid, zodanig dat het ook nog overzichtelijk wordt voor jullie. Heb je dan alle EAN-codes in CSV-formaat, dan kan je naar het klantenportaal van Mijn Fluvius gaan. Je meldt je aan als onderneming en bij de premieaanvraag zal je de optie hebben om die meerdere EAN-codes toe te voegen bij de aanvraag. En dan kan je op jouw via het bestand of de bijlage in CSV-formaat toevoegen en zullen al die EAN-codes opgeladen worden. Nu, dat is nog maar de eerste stap om alles aan te vragen, om alle EAN-codes te hebben. En eens je dat hebt, dan kunnen we eigenlijk van start gaan om de premieaanvragen te doen door jullie, door de VME of door de syndicus. Nu, als je een functie uitvoert, dan zal dat ook zo geregistreerd zijn in het KBO. En via mijn rollenbeheer van eGov kunnen deze rollen ook toegekend worden om zo gemakkelijk premies aan te vragen. Nu, als we dan surfen naar mijnfluvius.be, dan kunnen we bovenaan, zoals je ziet, aanmelden met een bestaande Fluvius-account. Of we kunnen als organisatie ons aanmelden. En dat gaan we dan ook doen. We gaan ons als organisatie registreren en dan kom je terug op de volgende pagina om te zien welke ondernemingen of organisaties eigenlijk aan jou gelinkt zijn. En eenmaal je akkoord bent met de gebruikersvoorwaarden te activeren of te accepteren, dan kunnen we verder gaan in dit webportaal. Nu, via dit webportaal
kan je meer dan alleen een premie aanvragen. Je kan ook het poortbeheer van jouw digitale meter activeren en een inzicht krijgen in je verbruik. Dat zijn allemaal toepassingen die mogelijk zijn via dit webportaal, maar vandaag gaan we ons concentreren op de premie aan te vragen. Tijdens de verschillende stappen die je moet doorlopen, zal je op een gebruiksvriendelijke manier doorheen die aanvraag geloodst worden. Je hoeft op de verschillende tegels te klikken die van toepassing zijn en bovenaan zie je ook de status van jouw premieaanvraag, hoeveel procent je eigenlijk al hebt doorlopen. We kunnen, zoals daarnet ook al aangegeven, oftewel premies aanvragen voor isolatie of energiebesparende maatregelen. Het ligt aan de aanvrager om de juiste keuze te maken om hierin verder te gaan. We stellen ook voor om steeds maar één premieaanvraag te doen en dan bij de volgende of een andere premieaanvraag terug opnieuw te beginnen. We kunnen dan de verschillende EAN-codes die van toepassing zijn hier ook selecteren uit onze lijst en toevoegen. Uiteindelijk gaan we als VME deze premie kunnen ontvangen. We worden nog altijd verder geholpen in ons proces om die premie aan te vragen. Zoals daarnet ook al aangemeld, gaan we de naam en het rekeningnummer van de begunstigde nodig hebben. En door het aan te vinken van ik verklaar dat dit rekeningnummer van de begunstigde is, gaan we eigenlijk akkoord om te zeggen dat dat eigenlijk de rekening van de begunstigde is en niet ons eigen rekening. Wat hebben we ook nog nodig als we gaan hier in dit geval in isolatiemateriaal gaan aanbrengen? Dan hebben we ook alle gegevens nodig van dit materiaal. Dit wordt normaal gezien ook aangeleverd door jouw installateur of door jouw bouwprofessional. Hij zal je zeker en vast alle nodige documenten met uitleg bezorgen. We hebben dan ook nog de verschillende attesten nodig van de aannemer. Een attest van de stedenbouwkundige vergunning, de factuur. We kunnen deze allemaal uploaden in ons webportaal. En eenmaal dat is ingediend, dan krijgen we de melding dat onze premieaanvraag succesvol is ingediend. Dat wil niet zeggen dat de premie al is goedgekeurd, maar dat geeft eigenlijk een soort signaal, een trigger naar de collega's om het dossier op te nemen en het verder te bekijken. Hebben we bepaalde vragen of onduidelijkheden, dan kan je ook met ons chatten of een vraag stellen via WhatsApp. Dat zijn allemaal mogelijkheden om jou door het proces heen te loodsen, zodanig dat je op een klantvriendelijke manier een premieaanvraag kunt doen. En op een bepaald moment zijn we door onze premieaanvragen en kunnen we met een gerust hart afwachten tot de premie uitbetaald kan worden. Goed, zijn daar nog vragen over? Kan je ons zeker contacteren via de functionele mailbox partners@fluvius.be. En dan wil ik u graag het woord teruggeven aan Tim. Ja, dankjewel Peter. Voor ik het woord geef aan de volgende spreker, Dominique, even nog een technische verduidelijking. Dus dit webinar wordt opgenomen en zal ook op de YouTube-pagina van de Vlaamse Confederatie Bouw te zien zijn. Maar niet alle presentaties, omwille van vertrouwelijkheid, zullen bepaalde presentaties niet doorgestuurd worden en ook niet herbekeken kunnen worden. Voilà. Dominique, het woord is aan u. Dag allemaal. En wij gaan vandaag het hebben over de besluitvorming in mede-eigendom. Hoe gebeurt het als een gebouwrenovatie zich opdringt in een VME? Eerst een aantal basisprincipes. De enige geldige beslissing komt steeds van de algemene vergadering, dus dit is absoluut geen individueel context. Alles hangt er vanaf ook van de geldigheid van de beslissingen en het respect van alle wettelijke bepalingen. Iedere mede-eigenaar conform de wet kan een beslissing betwisten. Dus heel belangrijk, geldige beslissingen nemen. Zorgen dat er geen uitstel komt of geen betwisting. En dat is natuurlijk de taak van de syndicus om dat zo goed mogelijk te doen.
Het initiatief van de gebouwrenovaties, dat komt van enerzijds ja, de mede-eigenaars uiteraard. Die hebben wettelijk, ik heb dus systematisch de artikels van de wet ook in het oranje aangeduid. Dus individuele mede-eigenaars of raad van mede-eigendom kunnen de syndicus aanspreken en vragen om gebouwrenovaties op de agenda te plaatsen van de volgende AW. De syndicus natuurlijk kan ook naar aanleiding van schade of van een verplichte IPC of naar aanleiding van uw normen of verplichtingen een agendapunt plaatsen op de agenda van de algemene vergadering. Ook bewoner-huurders die op de hoogte zijn van de algemene vergadering kunnen vragen aan de syndicus om het onderwerp te behandelen. De wettelijke meerderheden sinds 2010 voor werken zijn 2/3. Ik heb ook eveneens de artikels toegevoegd. 2/3 van de aanwezige of vertegenwoordige mede-eigenaars op de algemene vergadering. Aanwezig of vertegenwoordig op het ogenblik van de stemming. En dan natuurlijk zonder rekening te houden met blanco of ongeldige stemmen. Inhoudelijk komt er heel wat voorbereiding voor. Eerst en vooral, het is nog altijd essentieel om een goede samenwerking te hebben met de Raad van Mede-eigendom. Die mensen zijn een beetje de schakel tussen de syndicus en de mede-eigenaars en vaak wordt hun visie gevolgd. De syndicus mag zich laten bijstaan door een expert. Bij UVS raden wij daar sowieso aan, omdat er zijn toch wel heel technische begeleiding en zaken die de syndicus niet per se weet. Elke syndicus is niet per se technisch aangelegd. We hebben ook boekhouders, juristen als syndici. Dus de syndicus moet op voorhand meerdere offertes aanvragen. En de wet staat er meerdere, dus kan 2, maar liefst 3 of 4. De syndicus moet op voorhand ook informeren over de financieringswijze, natuurlijk om de mede-eigenaars te informeren. En dan nog voor de algemene vergadering raden wij ook aan om altijd nog een voorbereidende vergadering te houden met raad van mede-eigendom, architect, om nog de laatste vragen eventueel te behandelen. En op die manier kunnen de mede-eigenaars dan een optimale informatie krijgen op de algemene vergadering. Vormvereisten zijn er natuurlijk in de wet op mede-eigendom. Dus de algemene vergadering moet ten alle tijde geldig zijn. De wettelijke termijnen moeten gerespecteerd worden. Die vindt u in de wet en ook in het reglement van interne orde. De wijze van oproeping moet ook gerespecteerd worden. Standaard is het een aangetekende brief, tenzij de mede-eigenaar schriftelijk en uitdrukkelijk een andere manier hebben ingestemd. Alle relevante documenten die moeten ter beschikking gesteld worden of de wijze van raadpleging, dit moet duidelijk vermeld worden op de convocatie of op de agenda. En natuurlijk de volmachten, die moeten naar alle mede-eigenaars opgestuurd worden samen met de convocatie, met liefst de wettelijke bepaling omtrent de volmachten. Wat wij aanbevelen ook is de agendapunten steeds heel duidelijk te formuleren. Het is door onduidelijke agendapunten dat er heel veel misverstanden komen. En ook de vereiste meerderheid, dat is ook niet wettelijk verplicht, maar dit is naar transparantie toe wel zeer sterk aanbevolen om op voorhand te vermelden hoeveel meerderheid nodig is per punt. Dan natuurlijk, de agendapunten moeten logisch opvolgen. Dus we kunnen moeilijk starten met de lening. Eerst moet er besproken worden over een keuze van offerte, keuze van aannemer. Dan ook vaak vergeten door veel syndici onvoorziene kosten voorzien. Als er problemen opduiken en er zijn onvoorziene kosten, normaal gezien zou de syndicus een extra buitengewone algemeen vergadering moeten bijeenroepen. Als dat al voorzien is van in het begin, spaart dat toch heel wat ellende. Redelijkerwijze 10% tot 20% van de offerte in afwijking in verband met onvoorziene kosten is aanvaardbaar. Natuurlijk opnieuw aanstellen van een architect, dat wordt vaak besproken op de algemene vergadering. Het is belangrijk dat iedereen daarachter staat. Een extra eroloon van de syndicus voor opvolging van de renovatiewerken. Als dat niet in de overeenkomst van de syndicus vermeld staat, dan moet de algemene vergadering haar akkoord geven. Dan mag de syndicus ook niet vergeten dat er voor de werken een voorafgaande plaatsbeschrijving moet gebeuren van de gemeenschappelijke delen en de privatieve delen. Dit om te vermijden dat daarachter niemand weet van wie die schade eventueel of barsten in de muren zijn gekomen.
Ook voor grote renovatiewerken zijn asbestinventaris verplicht. Dus dit kan gebeuren via een externe dienst voor technische controle zoals BTV. Dan natuurlijk als al die kosten en al die zaken goedgekeurd zijn, hebben wij een totaalbudget van de renovatie. Daar wordt de wijze van financiering besproken. Dus financieren via lening moet besproken worden en goedgekeurd worden door de algemene vergadering. Een verzekering van de lening moet ook vaak besproken worden en goedgekeurd worden op de algemene vergadering. Dat eist toch de verzekeraars. En indien er geen lening is, dan moet er ook een planning gemaakt van de opvragingen. En normaal gezien moet de syndicus beschikken over de middelen vooraleer dat hij de beslissing plaatst. Bij de opstart zelf van de algemene vergadering moet de syndicus ook dus de hoedanigheid controleren van alle mede-eigenaars die aanwezig zijn. Hij controleert ook de geldigheid van de volmachten. Hij laat de aanwezigheidslijst ondertekenen door de mede-eigenaars. En hij controleert natuurlijk als het dubbele quorum van de wet gerespecteerd is. Namelijk dat bij het begin van de algemene vergadering meer dan de helft van de mede-eigenaars aanwezig is. En dat deze mede-eigenaars ook ten minste de helft van de aandelen in de gemeenschappelijke delen bezitten. Niet vergeten ook altijd een voorzitter en een secretaris aan te duiden, want dit is wettelijk verplicht. De notulen van de algemene vergadering moeten ook heel goed opgesteld worden en dus niet voor discussie vatbaar zijn. Dus wij adviseren ook altijd om geen roman te schrijven, maar duidelijk te vermelden wat het resultaat is van het stemgedrag van iedereen. Dus de aandelen moeten natuurlijk ook gerespecteerd worden. Elke kavel heeft een stemrecht die verbonden is aan zijn aandelen. Dus omdat wij soms merken dat er nog, vooral bij de occasionele syndici, meerderheden per appartement. Dus het is per aandelen. Dan zijn er ook verdeelsleutels die moeten gerespecteerd worden. Het kan voor sommige werken dat de basisakte afwijkende verdeelsleutels bevat. Dus daar moet de syndicus alert zijn. Dan natuurlijk in de notulen moet er vermelding zijn van de mede-eigenaars die tegengestemd hebben of die zich onthouden hebben. Op het einde van de vergadering moet de syndicus de notulen opnieuw lezen voor de duidelijkheid en door de voorzitter uiteraard en de secretaris laten ondertekenen en de nog aanwezige mede-eigenaars die de notulen willen ondertekenen. Nadien heeft de syndicus 30 dagen de tijd om het verslag over te maken aan de mede-eigenaars. Na de algemene vergadering heeft de syndicus als wettelijk opdracht om de beslissingen van de algemene vergaderingen uit te voeren. En daar vaak zien wij dat veel syndici een termijn van 4 maanden afwachten vooraleer te starten met de uitvoering van de beslissingen. Dit is natuurlijk wel heel lang. Best zo zijn dat na een beslissing de syndicus onmiddellijk overgaat tot bestelling of tot contact opnemen met de aannemers. Maar we zien in de wet op mede-eigendom dat de mede-eigenaars een termijn hebben van 4 maanden om bepaalde onregelmatige, bedrieglijke of onrechtmatige beslissingen te vernietigen. Ook in artikel 577.10 iedereen die het gebouw bewoont, dus huurders ook, die hebben geen stemrecht op de algemene vergadering, maar die kunnen ook aan de rechter de vernietiging vragen van bepaalde beslissingen, als zij natuurlijk daar een persoonlijk nadeel ondervinden. Maar we zien dat door deze artikels veel syndici 4 maanden wachten om een uitvoering te starten. Ik wil even afsluiten met de tijdelijke coronamaatregelen, want daar is toch wel heel wat onduidelijkheid. Op dit moment is het sowieso sinds de wet van 20 december 2020 dat alle algemene vergaderingen kunnen worden uitgesteld naar de volgende statutaire 15-daagse periode. Dus op dit moment kunnen de vergaderingen die tussen 1 oktober en 30 juni vallen uitgesteld worden. De vergadering van vorig jaar, die tussen maart 2020 en juni 2020 vielen, die konden verplaatst worden tot 30 november 2020, maar die niet werden gehouden,
op datum van 1 oktober, die kunnen ook worden uitgesteld tot de volgende 15-daagse periode. Als uitzondering heeft de wetgever voorzien dat de syndicus toch een vergadering houdt als een beslissing aangewezen is, want dit is vatbaar voor discussie wat aangewezen is, maar zo staat het letterlijk in de wet. Ook op verzoek van één of meer mede-eigenaars die tenminste 1/5 van de aandelen bezitten, of de AV kan ook doorgaan als deze AV de sanitaire maatregelen kan respecteren. Voor deze vergadering worden alle mandaten van rechtswegen verlengd, dus de duur van de mandaten van de syndicus, van de commissaris der rekening en van de raad van mede-eigendom worden verlengd. Het contract van de syndicus wordt ook van rechtswegen verlengd en de geldigheidsduur van alle opdrachten gelden en worden verlengd tot de eerstvolgende algemene vergadering. We hebben ook als versoepeling een versoepeling van de schriftelijke besluitvorming. Dit wordt op dit moment heel veel gebruikt door veel syndici. Dus de leden van de VME kunnen schriftelijk een geldige beslissing nemen. De syndicus stuurt daarvoor een uitnodiging om deel te nemen, met natuurlijk duidelijk vermelde agendapunten en een stemgedrag, akkoord, niet akkoord of onthouding. De mede-eigenaars hebben daarvoor 30 dagen de tijd om te antwoorden en dus uitzonderlijk en tot 30 juni is het dubbele quorum van toepassing, als ook de gewone meerderheden van de algemene vergadering. En de syndicus, als hij alle antwoorden heeft ontvangen na 30 dagen, kan dus notuleert wat de beslissingen zijn. Een definitieve wetswijziging in de wet op mede-eigendom, en dat zal mijn laatste punt zijn, is dat voortaan de algemene vergadering kan op fysieke wijze of ook van op afstand gebeuren. Dus een mede-eigenaar die fysiek niet kan aanwezig zijn, heeft het recht om van op afstand, als de syndicus, en dat is wel heel belangrijk, als de syndicus daarvoor een optie voorziet in de convocatie. Als de syndicus dat niet doet en niet ingaat op de mogelijkheid in de wet, dan zullen de fysieke vergaderingen doorgaan. En van, volgens hetgeen dat ik tot nu toe vernomen heb, zijn de syndici momenteel niet zo happig om de optie van op afstand te gebruiken. Dat zal misschien in de toekomst veranderen. Ik dank u voor uw aandacht en ik geef het woord terug aan Tim. Dank je wel, Dominique. Dat is wat betreft het algemene kader. De volgende sprekers die zullen dieper ingaan op de vraag hoe energetische renovaties te financieren. Een ander belangrijk element in de financiering van renovaties is uiteraard de kredietverlening. En Chris de Wilde van KBC zal een woordje uitleggen over hun renovatiekrediet. Chris, het woord is aan jou. Goedemiddag, ik ben inderdaad Chris de Wilde van KBC. Ik ben productbeheerder en een van de producten die ik beheer is ons KBC VME renovatiekrediet voor VME's, waar ik hier graag wat meer over kom vertellen. Wij zijn ondertussen, eventjes denken, toch al een 4-5 jaar bezig met dit product, wat dus specifiek is ontwikkeld om de renovatie van een VME te kunnen financieren. Want zoals er ook al in de inleiding was gezegd, gaat dit niet echt met de standaardconstructies die op de markt bestaan, omdat niemand echt interesse heeft in een hypotheek op een trappenhal of op een spouwmuur van een appartement. Ik ga dan vooral beginnen met wat is eigenlijk juist het renovatiekrediet, want ik merk toch nog heel vaak dat het niet het meest bekende product is dat KBC aanbiedt. Dus ik wil er graag eventjes met jullie wat laten zien voor wat het juist dient en wat er mee kan. Dus het is specifiek ontworpen voor verbouwingen aan de gemeenschappelijke delen. Wij, en dat heeft dan te maken met hoe dat wetgeving rond financiering in België is geregeld, wij kunnen dit krediet niet verstrekken voor werken die aan privatieve delen gebeuren. Ik geef toe dat dat misschien ook mag toegevoegd worden aan de lijst waarom dat werken bij appartementen iets trager van gang komen en zeker de energetische renovatie, omdat we daar zien dat er toch heel vaak een split is tussen wat er gemeenschappelijk is en privaat. Ik denk bijvoorbeeld de gevel meestal wel privaat, maar de ramen meestal niet privaat. En om een goede isolatie te komen is het best waarschijnlijk dat je de beide kan aanpakken. Wij verstrekken ons krediet aan
de VME zelf, de rechtspersoon, dus de vereniging van mede-eigenaars, en niet aan de individuele mede-eigenaars. Dat maakt eigenlijk heel de constructie al wat speciaal. En daar valt ze eigenlijk helemaal niet te vergelijken met hoe dat een woningkrediet of een lening op afbetaling werkt. We hebben daar eigenlijk wel één groot voordeel bij, is dat we ook in staat zijn om mensen die, laten we zeggen, in de standaard particuliere markt nogal eens snel uit de boot vallen qua kredietverlening. Ik denk hierbij vooral aan ouderen en gepensioneerden met een lager inkomen, dat we die nog wel kunnen financieren via dit krediet, maar dan via de constructie van de VME. Gezien dat we op niveau van de VME financieren, is er eigenlijk nog de mogelijkheid dat elke mede-eigenaar beslist of hij zelf wil meestappen in het krediet. Ik kom zo meteen eventjes op terug over wat dat bedoelt voor de beslissing, gezien dat dat ook op niveau van VME moet gebeuren. Maar elke mede-eigenaar beslist dus individueel of dat hij mee wilt stappen in het VME-krediet. Ik kan wat zeggen, in praktijk merken we dat, en dan spreek ik vooral over iets grotere gebouwen, dat daar de helft tot twee derde meestal meeneemt. Er zijn een aantal mensen die over genoeg liquide middelen beschikken om het zelf te betalen. Er zijn er ook die andere financieringsvormen aanwenden. Het is meestal een mix en vanuit het standpunt van een mede-eigenaar zijn er wel wat mogelijkheden. Het grootste voordeel van dit type kredietverlening in mijn ogen is het feit dat het weinig inspanning van de mede-eigenaar zelf vraagt. Ik kan er niet op terugkomen, maar in principe, eens dat het is gestemd en hij aangeeft aan de syndicus, ik wil dit krediet, dan moet hij daar niet al te veel meer voor doen, buiten op het moment dat dan de terugbetaling moet binnenlopen. Hij moet zorgen dat hij iedere maand terugbetaalt, maar hij moet niet zelf met de loonbonnen of investeringsbewijzen of dergelijke zitten lopen. Als we dan kijken naar de mogelijke looptijden, dan zie je staan dat dat tussen 3 en 20 jaar is. Het was tot een kleine 2 jaar geleden was het tot 10 jaar mogelijk. Maar ondertussen doen we dus al wel 20 tot 20 jaar. Ik ga er wel ineens bij zeggen dat looptijden tot meer dan 10 jaar wel aan een aantal extra voorwaarden onderhevig zijn. En dat heeft er vooral mee te maken, die voorwaarden moet je vooral begrijpen in termen dat de renovatie grondig genoeg moet zijn. Er zijn vele soorten werken die wij financieren. Dat gaat van dakisolatie tot het schilderen van de gang van de gemeenschappelijke trappenhal. Als we iets willen financieren op meer dan 20 jaar, moet dat ook ongeveer in overeenstemming zijn met de economische levensduur die de investering met zich meebrengt. Ik denk dan hier vooral in feite aan gevelrenovatie is iets zeer duurzaam en we beginnen daar ook meer en meer eisen aan te stellen. Als je dan toch gevelrenovatie als VME doet, gebruik dan ineens ook de keuze om het te gaan isoleren. Ik denk dat dat ook meer garanties naar de toekomst biedt en dat zijn een aantal van die extra voorwaarden die wij stellen als je een looptijd van meer dan 10 jaar wenst te hanteren. Ook vragen we een aantal meer documenten op. We willen graag een goed zicht hebben op de staat van het gebouw en op de werken die al gebeurd zijn en die nog moeten gebeuren. Dus ik heb daar juist ook met veel interesse geluisterd naar de plannen rond conditiestaatmetingen en wat meer expertise in de markt, want we merken dat daar vaak en dat nog vandaag het schoentje een beetje wringt. Voor de rest hebben we het krediet volledig of zo simpel mogelijk gehouden, zodanig dat het transparant en duidelijk voor iedereen is. Je zit meestal toch met een redelijk grote groep mensen te spreken als je over dit VME-krediet spreekt. Dus hoe simpeler het is en hoe minder keuzemogelijkheden er zijn, vaak hoe duidelijker dit is. Daarom, het krediet heeft altijd een vaste rentevoet, zodanig dat de rentevoet verandert niet door de looptijd van het krediet. Met andere woorden, ook de aflossing voor iedere mede-eigenaar verandert niet. Eens dat die gekend is, dan blijft die constant over heel de looptijd van het krediet. Het minimaal kredietbedrag bedraagt wel 50.000 euro. Dit lijkt misschien wel veel. Langs de andere kant, als je ziet de uitdagingen waar we voor staan en waar het dan terjuist andere sprekers ook hoor over zeggen waar de ambitie moet liggen tegen 2050. En je ziet wat je dan eigenlijk in een gebouw moet doen, zelfs al ben je een klein gebouw, dan denk ik dat je toch snel makkelijk aan die 50.000 euro kan komen. Een andere minimumvereiste die er ook meespeelt, is dat er minimaal altijd 3 mede-eigenaars moeten deelnemen aan een VME-krediet. Zoals al gezegd, iedere mede-eigenaar
kiest zelf of hij meestapt in het krediet, maar blijkt uiteindelijk dat er minder dan 3 over zijn, dan kan het krediet niet doorgaan. Qua opnameperiode voorzien wij standaard een opnameperiode van 9 maanden. Dat is voor, laten we zeggen, de meer courante verbouwingen die gebeuren, meestal ruim voldoende. Maar, en dat is iets wat we gelukkig gaan beginnen te zien in de laatste 2 jaar, is dat er toch een aantal zeer, zeer grote en ambitieuze verbouwprojecten komen. En dan zeker als we dan spreken over gebouwen met appartementen van meer dan 50 à 100 appartementen, dan is die 9 maanden niet echt realistisch en dan kunnen wij zonder probleem ook een langere opnameperiode voorzien. En dan heel belangrijk, wat ik er juist al aanhaalde, een hypothecaire waarborg, dat vragen wij niet voor dit krediet. Wij vragen wel dat er een kredietverzekering voor VME's afgesloten wordt. En na mijn stuk dat ik hier nu aan het brengen ben, zal de verstrekker van deze kredietverzekering Atradius eventjes uitleggen wat dat juist inhoudt. Wij stellen dus als bank de vraag of eisen dat dit moet afgesloten worden. En dit voornamelijk om te voorkomen dat een mede-eigenaar die niet deelneemt in het krediet, of eigenlijk ook een mede-eigenaar die wel deelneemt in het krediet, niet kan opdraaien voordat een andere mede-eigenaar die in het krediet stapt, zou beginnen wanbetalen. Omdat anders die kost op heel de VME zou vallen en dat is geen aantrekkelijk uitzicht voor iemand die eigenlijk krediet wenst aan te vragen. Daarom is het ook een reden waarom wij nooit afwijken op deze regel, die kredietverzekering moet afgesloten worden. Ik wil dan eventjes kort stilstaan met hoe verloopt het richting het krediet. En ik denk dat er juist ook al eens is aangehaald. Een algemene vergadering is de enigste juiste orgaan van een VME waar beslissingen kunnen genomen worden. Dus dat is niet anders als het gaat over de beslissing om krediet aan te gaan. En voor wie het interesseert, het is een gewone meerderheid die nodig is om een krediet goed te keuren. Ik kan hier ook nog de heel praktische tip meegeven. Wij stellen een standaard tekst ter beschikking die mee in het verslag van de algemene vergadering moet komen. We verplichten dat deze gebruikt worden omdat deze de volledig correcte juridische formulering bevat over het krediet of de kredietvraag, als ook over de kredietverzekering. We hebben in het verleden al iets te vaak moeten vaststellen dat er met eigen clausules nog wordt gewerkt en dat daar heel vaak belangrijke zaken in worden vergeten, zodanig dat het proces maar wordt vertraagd. En ik denk dat dat ook een constante is bij VME's. Het gaat al van zijn standaard al vaak niet enorm snel vooruit, dus elke vertraging die we kunnen vermijden, dat is een goede zaak. Wij kijken dus na of dat algemene vergadering positief heeft beslist. Belangrijk als een soort praktische tip over de vergaderingen, en ik heb er in het verleden al een aantal zelf mee gedaan om het krediet voor te stellen, is dat op het moment dat er moet gestemd worden over het krediet, het duidelijk moet zijn aan alle mede-eigenaars die aanwezig zijn, is dat ze eerst moeten stemmen of dat de VME een krediet mag aangaan, maar dat dat helemaal niet betekent dat ze zelf gaan moeten deelnemen. Een heel praktische verwoording die we daar vaak over gebruiken, is dat je eigenlijk op dat moment stemt of dat je buurman of buurvrouw het krediet zou mogen aangaan. Het is pas dan nadat het positief is beslist, dat dan iedere individuele mede-eigenaar aan de syndicus moet laten weten of hij wil meedoen. En ik denk dat ik dan al door mijn slides ben. Ik wou jullie vooral eventjes een grof beeld geven van de mogelijkheden die er bestaan met het VME-renovatiekrediet en wat er speelt. En dan denk ik dat het nu over is aan Olivier van Atradius om eventjes de kredietverzekering die wij dan vereisen verder toe te lichten. Ja, dankjewel, Chris. Inderdaad, nu last but not least is het aan Olivier Wijten van Atradius. Ja, ik probeer mijn Sorry.
Sorry, het lukt niet. Tim? Sorry. Kun je je PowerPoint openen? Nee. Olivier, moet ik anders proberen om ze open te zetten? Ja, alsjeblieft. Ik ga direct even kan kijken of ik ze kan terugvinden. Ja, oké, dank u. Ik denk dat ik ze hier al vast heb. Ik zal beginnen delen dan. Hè. Voilà, Olivia, zeg maar als ik naar de volgende moet gaan. Hè. Yes. Ja. Oké, dank u. Even kijken. Ja, mijn scherm. Is het oké voor iedereen? Ja? Het is zichtbaar, ja. Oké, goed. Goedemiddag allemaal. Ik ben Olivier Wijten van Atradius en ik heb het nu verder over krediet voor WMB's. En namelijk over de rol en de functie van Atradius op dat vlak. Dus ik kan een verder... Oké. Wel, VMA's hebben duidelijk moeilijkheden over te winnen. Kortom, jegens derden zijn alle mede-eigenaars met elkaar verbonden, wettelijk verbonden. De gebouwen die worden steeds ouder en er moet aan normen en verplichtingen, dus wettelijke verplichtingen, voldaan worden. En sommige renovatiewerken worden dringend uit te voeren. Het reservefonds kan onvoldoende gevuld zijn om de renovatieprojecten te financieren. En dat betekent die beperkingen resulteren in uitdagingen voor de syndicus. En onder andere het technisch beheren van gebouwen op lange termijn, wat moeilijk is. De goedkeuring van werken en ook van hun financiering in algemene vergadering verkrijgen, wat moeilijk lijkt bijvoorbeeld als de syndicus geconfronteerd wordt met mede-eigenaars die niet willen deelnemen aan een krediet. En nog, bij wanbetaling van mede-eigenaars, invorderingsprocedure uitvoeren die tijd vereisen en ook met een zekere uitkomst. Gezien de complexiteit van de VMA-omgeving dienen de VMA, de mede-eigenaars, de syndicus en ook de kredietgever gerustgesteld te worden. En dit is precies de doelstelling en het principe van de verzekering leenlasten van Atradius. Dus die... Nu de vraag is gewoon, wie is Atradius eigenlijk? Atradius is niet zo bekend door het publiek, maar Atradius is wel een internationale, onafhankelijke kredietverzekeringmaatschappij. In België heeft Atradius een specifieke verzekering voor VMA's op de markt gebracht die de toegang tot de financieringen van renovatieprojecten vergemakkelijkt. We beschikken over een ervaring van meer dan 10 jaar op de Franse, de Franse en de Belgische vastgoedmarkt. Ik bedoel de residentiële vastgoedmarkt en wij kunnen dekking verstrekken voor projecten die feitelijk schommelt met een investeringsbedrag dat schommelt tussen 25.000, dus starten met 25.000 tot miljoenen euro's, dus grotere projecten en met een looptijd tussen 3 en
20 jaar. Nu, wat betekent eigenlijk die verzekeringsleenlasten voor de verschillende partijen? Feitelijk, eerst en vooral, is het wel een bescherming voor de VME zelf en alle mede-eigenaars. Ik bedoel ermee dat de verzekering de mede-eigenaars en de VME beschermt, zelfs tegen de mogelijke wanbetaling van bepaalde mede-eigenaars van hun lasten, dus leenlasten. Alle mede-eigenaars zijn gedekt, zonder uitzondering. Dat betekent evenwel de mede-ontleners dan de niet-ontleners. En de dekking dat we geven is wel een 100% dekking voor de totale looptijd van het krediet. Dat betekent dat Atradius wel een individuele risico loopt voor elke mede-eigenaar gedurende de ganse looptijd van het krediet. Een andere voordeel, maar dat is wel voor de syndicus. Dus verzekering is ook een gemoedsrust voor de syndicus. Daar de VME de invorderingsprocedure niet meer moet doorondergaan voor de onbetaalde bedragen. En ik bedoel daarmee de leenlasten. En draagt dus niet de kosten daaraan verbonden. Want de invorderingsprocedure wordt uit handen gegeven aan Atradius via het principe van verzekering. En last but not least, is wel zekerheid. Dus die verzekering leenlasten speelt ook een rol van zekerheid en garantie voor de kredietgever. Want feitelijk is wel een soort parade, zou ik zeggen, aan de niet beschikbare, dus de niet oproep, mogelijke oproep op de hypothecaire waarborg. En dus samen met de kredietgever zorgt Atradius voor een begeleiding van alle projecten met een bedoeling verantwoord krediet om te ondersteunen. Dus dat betekent concreet dat er als een betalingsdefault wordt opgenomen voor de specifieke mede-ontleners. Dus dat betekent dat ze 3 maandelijke leenlasten niet betalen. Dan spreken wij over een schade. En dus syndicus heeft die een schadegeval in te dienen bij Atradius. Wat gebeurt er dan? Wel, Atradius vergoedt de mede-eigendom met de onbetaalde bedragen. En van maand tot maand blijft Atradius in plaats van de mede-eigenaars wanbetalen de maandelijkse schulden, zou ik zeggen, te betalen tot op het einde van de looptijd van het krediet. Dus de bedoeling is wel dat de VME altijd in staat blijft om de kredietlasten aan de kredietgever te betalen. Dat is de mechanisme dus die we voorstellen. Dan nu feitelijk om het samen te vatten, en dat is wel de voorlaatste slide. Wij trachten dus onze opdracht, zou ik zeggen, bestaat uit 3 hoofdpunten. Dus renovatieprojecten met duurzaamheidsdoelstellingen begeleiden, maar ook beveiligen. Dus de VME renovatiekredieten beveiligen voor de VME en alle mede-eigenaars, maar ook voor de kredietgever. En laatste, vergoeden. Dus de wanbetaling vergoeden en de onbetaalde bedragen invorderen. Verdere informatie is beschikbaar op onze website. Dat is wel dus genoteerd op de laatste slide. Wij zijn beschikbaar per telefoon, evenwel door Syndici, kredietmakelaars, door de kredietgevers zelf, ofwel makelaars, ofwel, en dat gebeurt af en toe ook, aannemers. En dus, voilà. Per telefoon
kunnen wij ook bereikt worden. Bedankt iedereen en ook bedankt specifiek bedankt ook aan Chris. En ja, ik laat weer het woord aan Tim. Bedankt. Ja, dankjewel Olivier. Inderdaad, door het teamwork tussen KBC en Atradius is de laatste presentatie toch vlekkeloos kunnen verlopen. Ja. Intussen zijn er heel wat vragen binnengekomen. Ik zou voorstellen, Mark, dat jij begint met enkele vragen eruit te pikken en er dan ook meteen mondeling een antwoord op geeft. Ja, dankjewel Tim. Ik denk de vragen die naar mij gericht waren, hadden te maken met de capaciteit van de aannemers. Maar ik denk dat op korte termijn het vooral belangrijk is dat de wijze waarop de aanbesteding wordt georganiseerd, dat die goed voorbereid is en afgestemd op de wijze waarop de aannemers kunnen inschrijven. Koen heeft het al gehad over bouwteams en het kader van de optopping, dat is een voorbeeld van hoe dat eigenlijk de wijze van aanbesteding best zou worden aangepast om de interesse van de aannemers voldoende groot te krijgen. Ik denk dat daar nog wel wat werk aan is om dat beter te organiseren. En er is ook gesproken over ontzorging van de mede-eigenaars. Die ontzorging is een ontzorging van de eigenaars of van de mede-eigenaars. Maar die ontzorging zou ook van in het begin best rekening houden met de wijze waarop de aannemers best inschrijven. En een bouwteamformule waarbij dat opdrachtgevers, ontwerpers en aannemers nauwer samenwerken, zou hier in een aantal gevallen zeker een oplossing kunnen bieden om de interesse van de aannemers te vergroten en het risico voor de partijen te verminderen. Het is een kwestie van anders aanpakken van de aanbestedingsprocedure. Oké, dat was een antwoord op de twee vragen, denk ik, die gesteld waren. Ja, dankjewel Mark. En ook voor Roel van het VK waren er een paar vragen. Roel? Dankjewel Tim. Er was een eerste vraag in verband met de verwijzing naar E60 voor de lange termijn doelstelling 2050. Mark had aangekaart E60, ik had het over kengetal 100 en er was wat verwarring over. Dus E60 is eigenlijk het energiepeil uit de EPB-regelgeving, dat is eigenlijk het de energieprestatie zoals die in de nieuwbouwregelgeving wordt berekend. Die 100 is het EPC-kengetal, dat is het verbruik per vierkante meter op jaarbasis. Nu, EPC-kengetal 100, dat komt overeen met een E-pijl van 60 in grote lijnen. Dus vandaar de mogelijke verwarring. Dan was er een vraag of een suggestie. Kan de labelpremie niet gelijk getrokken worden voor woningen en appartementen? En want nu is het zo dat er voor woningen enkel voor E en F een labelpremie beschikbaar is. En de suggestie was om dat ook voor label D te voorzien. De reden van die keuze is dat er voor wat betreft woningen veel meer woningen zijn met de slechtste labels dan wel bij appartementen, omdat appartementen vanwege hun aard, hun fysische aard zeg maar, een veel betere energieprestatie hebben doorgaans. Je ziet dat ook in de presentatie die ik er straks deed. Je kan daar gerust gaan terugkijken in de verdeling van de EPC-labels. Voor woningen en appartementen is dat duidelijk zichtbaar. Dus er zijn veel meer appartementen met een beter label dan woningen. Dan eens verder kijken. Dan was ook nog een vraag of een bestaand EPC opnieuw gemaakt kan worden in het kader van een labelpremie als de toekomstige eigenaar het beschermd volume wil wijzigen, dus vergroten of verkleinen. Ja, dat kan natuurlijk altijd deels gerecupereerd worden, maar natuurlijk als het volume wijzigt, dan gaat die berekening ook anders moeten gebeuren. Hè? Dus je kunt wel een aantal elementen opnieuw gebruiken, maar dat zal toch wel een nieuw EPC moeten zijn uiteraard. Er was ook nog een vraagje of de Vlaamse energielening, die ook voor VME openstaat, of die ook door de eigenaar die een appartement verhuurt kan worden aangevraagd. Ja, uiteraard. Dat is geen enkel probleem. Of een eigenaar die verhuurt daar ook aan mag meedoen, zeg maar. Dus ja, dat is zeker het geval. Ik ga eens kijken of er dan nog iets was.
scroll eventjes door de vragen. Ja, nog een interessante ook. Wordt vastgesteld dat wat wettelijk verplicht is, niet als motivatie werkt bij VME's, omwille van het ontbreken van sancties en controles. En er wordt uiteraard verwezen naar de dakisolatienorm, de dubbelglasnorm. Hoe ziet men, of hoe ziet de overheid dit? Ja, ik denk wel dat er een grond van waarheid in zit. Die normen zijn wellicht wel min of meer bekend, maar het is even goed bekend dat daar weinig controle op is, geen structureel of systematische controle. Uiteraard is dat een spijtige zaak, want dan kan er ook geen opvolging zijn. Langs de andere kant is het ook quasi onmogelijk om een sluitende controle te voorzien. Vanuit de collega's van het woonbeleid stellen ook van, ja kijk, dan heb je een heel leger aan woningcontroleurs nodig. Nu, langs de andere kant is het ook een beetje raar dat er wel normen gelden voor alle woningen. Ja, want die gelden ook niet alleen voor de huurwoningen, zeg maar voor alle bestaande woningen in Vlaanderen. En als die dan totaal niet gecontroleerd of gehandhaafd worden. Een interessante evolutie wat dat betreft is wel dat heel wat lokale besturen voor woningen die worden verhuurd op hun grondgebied, daar toch eisen beginnen stellen. Hè. Bijvoorbeeld, enerzijds kunnen ze zeggen dat er kortere geldigheidstermijnen zijn van de conformiteitsverslagen. Of nog een stapje verder is het gewoon verplichten op het grondgebied van het beschikken over een geldig conformiteitsattest als men een woning wil verhuren. Nu, dat geldt dan voor de verhuurmarkt. Maar ja, het is niet uitgesloten dat er ooit in de toekomst dat daar ook iets gebeurt naar appartementsgebouwen. Hè. Maar ja, dat is eigenlijk een politieke beleidskeuze. Waar momenteel nog geen sprake van is, maar het is natuurlijk nooit uitgesloten. Dan nog een laatste vraag. Men verwijst hier naar het C-REAL-project. Ook een interessant project dat recent is opgestart. En dat ook een aantal begeleidingstaken of begeleidingsdiensten aanbiedt, specifiek voor appartementen. En de vraag is of dat hetzelfde is als hetgeen ik heb aangekaart in mijn presentatie. Het antwoord is nee, dat is niet hetzelfde. Maar het is wel gelijkaardig qua invalshoek. Dat is een projectmatige aanpak die recent is opgestart en nog 2 of 3 jaar loopt, geloof ik. We hebben daar ook contacten mee met die mensen. Maar wij starten nu nog iets nieuws op. Dus het is wel interessant dat er ook al spontaan dat soort initiatieven ontstaan. Ik denk dat het dat was voor mij. Ja. Yes, dank je. En ook voor Fluvius waren er een paar vragen. Peter? Ja, dank u wel, Tim. Nu, het waren er inderdaad maar een paar, dus het valt al bij al goed mee voor ons. Een vraagje was van waarom moet het EPC-label dateren van 2019? Het zijn de algemene voorwaarden, dus minimum is 2019. Is vroeger moet je terug een nieuw EPC gaan aanvragen. Een tweede vraag was, onze VME heeft een premie ontvangen voor dakisolatie. En wordt de vraag gesteld van, kunnen de eigenaars nog afzonderlijk een premie hiervoor aanvragen? Nee, het is voor dakisolatie via de VME dat de premie verloopt. En dan was er ook nog een vraag, maar ik denk dat dat dan ook een beetje gerelateerd is met Roel. In verband met hoe kan je als fabrikant je renovatieproduct bekendmaken met de coaches die het integraal trajectbegeleiding zouden doen aan de VME's. Maar ik dacht dan die nog niet gekend waren en dat de oproep nog maar ging gelanceerd worden. Dus dat was alles voor mij voorlopig. Terug over naar Tim. Ja, dankjewel Peter. Dominique? Zet jij je micro op? Ja. Voilà. Hoor jullie mee? Ja, dank u Tim. Ik had inderdaad een aantal vragen. Ik ga beginnen met de meerderheid per ingang. Dat was gevraagd door Chris. Als er een verdeelsleutel is specifiek voor een bepaalde deel van de VME, dus een VME is bijvoorbeeld opgesplit, ingang A, ingang B, een dak bijvoorbeeld misschien voor A of voor B, in ieder geval de nieuwe wet op mede-eigendom bepaalt in artikel 577.6 dat als een aantal mede-eigenaar uitsluitend betalen voor een deel, dat zij dan ook beslissen voor die deel. Dus
op dat moment, als ik uw vraag goed begrijp, dan moeten de mensen die betalen bijvoorbeeld voor de rechtse kant stemmen voor de rechtse kant en de mensen die betalen voor de linkerkant stemmen voor de linkerkant. Dat is een nieuwe bepaling in de wet op mede-eigendom. Dan had ik een vraag over volmachten. De volmachten die niet gebruikt kunnen worden, die gaan jammer genoeg verloren. En die tellen niet voor de berekening van de dubbele quorum. Dus dat wil zeggen dat eventueel het quorum niet behaald wordt en de vergadering niet kan doorgaan. Dus het is altijd wel belangrijk om ervoor te zorgen dat niemand 4 of 5 volmachten ontvangt, want die gaat er altijd een aantal niet kunnen gebruiken. Ik hoop dat dat de vraag beantwoordt. Ik had een andere vraag over de taalwet. Voor wat betreft de taal van de statuten. Het is zo dat wij in België een grondwet hebben die bepaalt in artikel 30 dat de gesproken talen en de talen dat dus toch vrij is. Alleen de wetgever kan die taalvrijheid inperken voor rechtszaken en bestuurszaken. Dus wat telt in België is de taal van het grondgebied waar het gebouw gevestigd is en de taal dus van de rechtbanken. Als dat is een faciliteitsgemeente, dan denk ik dat dan beide talen zullen kunnen gebruikt worden. Maar ik zou in dat specifiek geval toch wel de algemene vergadering laten stemmen over de keuze van taal voor het gebouw, zodanig dat er daar geen misverstand. En natuurlijk, het staat ook in de wet op mede-eigendom dat de mede-eigenaars recht hebben om een vertaling van elk document te ontvangen die betrekking heeft tot de mede-eigendom en dat dit gebeurt op kosten van de vereniging van mede-eigenaars. Dus als er iemand is die de taal niet machtig is, die kan natuurlijk een vertaling vragen in de tweede taal, dus als dat Frans of Nederlands of Duits is. Ik had dan nog een vraag in verband met de meerderheid. Als de meerderheid van 2/3 niet bereikt wordt tijdens de algemene vergadering, wel dan is er geen stemming. Dan zijn de mensen niet akkoord met de renovaties en dan kunnen de renovaties niet gebeuren. Wat wel kan gebeuren, wat de syndicus wel kan doen, is proberen opnieuw de vraag te stellen op een volgende algemene vergadering met de nodige overtuigingsargumenten naar eventueel terugverdiendheid van de kosten, naar comfort, naar geldigheid van al de werken in functie van de norm of naar de waarde eventueel van een eigen appartement. De syndicus kan eventueel de kosten herbekijken en andere financieringen vragen, andere offertes van banken, maar daar is altijd natuurlijk een aantal argumenten die kunnen helpen voor de beslissing te nemen, maar enfin, zonder 2/3 meerderheid is er simpelweg geen beslissing, geen akkoord. Dus dat was denk ik de laatste vraag die ik ontvangen had. Tim, het is aan u. Ik dacht dat de syndicus ook wel bepaalde hoogdringendheid kon inroepen in bepaalde specifieke gevallen, maar ik kan me niet uitspreken over een dergelijke renovatie van verwarming, wanneer dat kan of mag gebeuren. Ik ken het geval niet, maar ik denk dat de mede-eigenaars die absoluut een nieuwe centrale verwarming willen, meer efficiënt enzovoort, en die voelen toch wat blokkage door een minderheid van mede-eigenaars, toch nog altijd de mogelijkheid hebben om naar het vredegerecht te stappen. En daar te zeggen van oké, die mensen blokkeren systematisch alle beslissing. Ik denk dat ze daar een kans maken om wel op dat moment door de vrederechter de juiste beslissingen te laten nemen. Daar zijn opties in de wet op mede-eigendom om die situaties op te lossen. Als het blijkt dat ze effectief zonder grondige reden alles blokkeren, terwijl dat meer prijs is per jaar, dat is niet redelijk. Dus daar zijn opties. Maar die mensen kunnen mij nog altijd een vraag stellen op mijn e-mail en ik zal dat verder onderzoeken. Ja, en ook over de kredietverlening waren er enkele vragen. Ik stel voor, Chris, dat jij begint. Ja. Ik zie er al een vraag staan over de kostprijs. Altijd misschien toch wel interessant, hè? Allemaal tof, maar wat kost het? De vraag was enkel jaren terug, was de interest daarvoor bij KBC hoger dan 3%? Is dit nu niet hoger?
vanuit mijn perspectief als bankier moet ik zeggen, nee, jammer genoeg niet. Maar ik denk voor de mede-eigenaars in de renovatie juist een goede zaak. Algemeen, de interesse zijn de laatste jaren alleen maar naar beneden gekomen. En we zitten momenteel in een historisch lage renteomgeving. Het is altijd moeilijk om voor een specifiek dossier iets te zeggen, hè, zonder al details te weten. Maar ik kan zowel wat meegeven. De dag vandaag zitten we aan interestvoeten ergens tussen de 1,5% en 2,2%. Natuurlijk goed te begrijpen, onze looptijd dat gaat soms van 3 jaar tot 20 jaar. En in die looptijden varieert dat. En wat we zeggen, hoe meer dat je naar de 20 jaar gaat, hoe meer dat je naar de hogere gaat. En op kortere looptijd, hoe meer je naar de lagere gaat. Ik denk in dat verhaal misschien ook even meegeven, niet het gevoel dat eigenlijk dat het probleem is in de markt op dit moment. Misschien ook naar, moet ik zeggen, als je kijkt naar het competitieve landschap of welke keuze heeft de mede-eigenaar, dan denk ik dat je moet begrijpen, die heeft in praktijk heeft die een viertal keuzes misschien in feite. Die kan zijn eigen spaargeld gebruiken. Degenen die dat hebben en die het op een spaarrekening hebben staan, daar brengt het ook zeer, zeer weinig op. Dus dat is wel een incentief om te gaan gebruiken, maar het zit er natuurlijk wel in uw gebouw. Je hebt anderzijds de markt van de woningkredieten, een zeer competitieve markt in Vlaanderen en België, met lage tarieven in verhouding. Dat is voor sommige mede-eigenaars zeker een oplossing. Langs de andere kant vaak daar wel hypotheekkosten, hogere dossierkosten, dus dat loopt dan soms wel op, zeker voor kleinere bedragen. Je hebt dan anderzijds ook nog, en dan met het idee ook, ja, je moet in aanmerking komen om een woningkrediet te krijgen, en laten we zeggen, leeftijd en inkomen kan daar zeer bepalend in zijn. Je hebt dan ook nog de markt van de consumentenkredieten, die voor verbouwingen worden aangeboden. Algemeen zou ik durven stellen dat zij qua interestvoet hoger liggen dan wat wij hanteren op ons PME-krediet. Maar vaak weinig bijkomende kosten wel. Daarom ook wel het aspect, bij de kredieten, je gaat tegenover een kredietinstelling moeten bewijzen dat je dat kan terugbetalen. Ook qua looptijden is dan bij die lening op afbetaling niet alles mogelijk. De wet voorziet daar wat maximumtermijnen. En dan de vierde optie die er is dan het VME-renovatiekrediet. En ik denk dat ik kan stellen dat onze prijs dus van heel het gebeuren wat in het midden van die mix wat zit. En dan zag ik nog één andere vraag. Maar ik denk dat ik die eigenlijk al snel naar Olivier kan overbrengen. Ik ben er nu juist eventjes aan het terugzoeken dat ik ze correct verwoord. Het ging over quid indien een mede-eigenaar renovatiekrediet niet betaalt, heeft de VME dan eenzelfde voorrang als bij de algemene syndicus kosten ter inning hiervan. Hoe ik dit begrijp, hè, er is een voorrecht van VME sinds de nieuwe wetgeving om bepaalde kosten te gaan als preferente schuldeiser te gaan claimen, zelfs nog voor de hypotheek als ik goed geïnformeerd ben. Maar eigenlijk is dit denk ik voor ons VME-renovatiekrediet een minder relevante vraag, omdat eigenlijk heel het risico wordt afgedekt door de kredietverzekering. Maar ik laat het graag eigenlijk aan Olivier even toe, omdat het zijn product is, om eventjes uit te leggen wat is nu het heel praktische afloop van een dossier indien een mede-eigenaar begint te betalen. Ik denk dat dat eigenlijk is waar we naar op zoek zijn. En dan zal duidelijk zijn dat qua voorrechten en zo, dat het eigenlijk allemaal geen rol speelt daarbij. Ja, dus ik neem dan het woord. En dus wat eigenlijk, wat wij feitelijk een schadegeval noemen, is feitelijk het vaststellen van 3 onbetaalde maand leenlasten binnen de VME, dus door 1 der mede-eigenaars. Dat betekent dat in dit geval syndicus heeft het recht, en dus is wel verplicht, een schadegeval bij Atradius in te dienen. En de bedoeling is wel dat de VME wordt door Atradius vergoed met de vervallen en onbetaalde leenlasten. Dus dat gebeurt wel intern tussen de VME en de mede-eigenaars. En de tweede stap van de vergoeding is feitelijk dat wij als Atradius de wanbetaler vervangen. Dus voor de rest van de looptijd en dus voor de rest van de verschuldigde bedragen van die wanbetaler. Tot op het einde van het krediet. Dus en met zo'n constructie geven wij de mogelijkheid de VME
blijven de betaling, de kredietbedragen, dus de maandelijkse kredietbedragen aan de kredietgever blijven te betalen. Dat is de bedoeling dus van de deconstructie. En wij zorgen daarna, wij zorgen ons met de invorderingsprocedure tegen de wanbetaler en alleen maar de wanbetaler en niet tegen de andere mede-eigenaars van de mede-eigendom. Dat is het. En daarvoor wordt er, en daar spring ik op een van de vragen die ik wel ik mogen terugvinden. Wat zou de kost van de premie kunnen zijn? Feitelijk, de premiebedrag schommelt tussen ongeveer 1,25 en 2,75% van het totaal bedrag krediet terug te betalen. Feitelijk is de premie vastgezet in functie van dit totaal terug te betalen, dus krediet terug te betalen. De looptijd speelt ook een rol natuurlijk en ook het, zou ik zeggen, de profiel, de betalingsprofiel van de mede-eigenaars die wel mede ontlenen. Dus dat is om die vraag te kunnen antwoorden. Ik heb ook een andere, ja. Mag ik iets vragen? Ja. In verband, als een wanbetaler zijn appartement verkoopt, ja, dan moet de syndicus sowieso de schulden aan de notaris geven en dan wordt dat ook gerecupereerd op de verkoop van het appartement. Of komen jullie tussen in het verkoopproces? Nee. Moet de syndicus jullie vermelden? Nee. Nee. Feitelijk nee. Dat wordt geregeld door de notaris. Oké. Dus dan heb ik nog een andere vraag mogen zien van Dirk. En feitelijk, het wordt ons gevraagd of de premie eenmalig is of niet. En het antwoord is ja. Dus het is wel een eenmalige premie uit te betalen vanaf het moment dat het krediet feitelijk start. Dus dat de polis opgemaakt wordt. Een andere vraag, en misschien wel de laatste van Johan. Dus er wordt ons gevraagd of wat gebeurt er feitelijk als de werken iets langer lopen dan voorzien. Maar feitelijk hebben wij hier een verschil te maken tussen de duur van de werken. En dus dat is wel te negociëren met de aannemers. En nu ook te bespreken met de kredietgever, is de opnameperiode van 9 maanden. Dus dat is wel standaard, zou ik zeggen. Of niet, of is het hoger, dan is het misschien tot 24 maanden. Het hangt ervan de grootte en het belang van de werken. Dat is één, dus de duur van de werken. Maar de duur van het krediet is het andere feitelijke element. Wij geven een verzekering die waardig is gedurende de hele loop, dus hele duur van de krediet. Dat is de punt. Dat is het punt. Dus dat is wel een onherroepelijke dekking voor de ganse looptijd van het krediet. Voilà. En, dus... Misschien Olivier, ik zal daar misschien langs bankkant ook eventjes op inpikken. Ja, ik denk dat speelt eigenlijk inderdaad in praktijk vormt dat weinig problemen. In de optiek, ja, er wordt eigenlijk voor het krediet een opnameperiode voorzien. Voor het krediet moet er een factuur zijn voor het kan opgenomen worden. We zorgen ervoor dat op het moment dat eigenlijk het krediet wordt ondertekend, de kredietverzekering samen start. Vanaf dat moment is de dekking, wordt de polis ook betaald, ja, en is de dekking voorzien. Het krediet wordt dan meestal in schijven, maar niet altijd. Kan soms zijn dat het volledig is opgenomen op het moment van eigenlijk het starten. En dus daar zorgen we altijd gewoon dat we synchroon zitten. Ik denk dat het grotere probleem is, mocht het langer duren, is dat er eventueel uw opnameperiode moet aangepast worden op uw krediet. Maar die speelt eigenlijk minder bij de kredietverzekering, omdat die eigenlijk al tot de maximum looptijd. Ook als we een langere opnameperiode voorzien voor een krediet, is het niet zo dat de einddatum van het krediet verandert. Je krijgt gewoon meer tijd om het op te nemen, maar het moet wel voor een bepaalde datum allemaal nog zijn terugbetaald en tot dan dekt de kredietverzekering ook af. Ja, bedankt. Dank je. Dat was het voor wat mij betreft. Dat heb ik, ik heb het zo. Oké, dankjewel Olivier en dankjewel uiteraard aan alle andere sprekers.
Dan denk ik dat we dit webinar hier kunnen beëindigen om mooi binnen de tijd te blijven. Ik ga nog een link publiceren in de chat. Dat is de link naar ons evaluatieformulier. Voor ons is het interessant om te weten wat jullie er vandaag van vonden, zodat we in de toekomst voor andere webinars daar rekening mee kunnen houden. De VCB organiseert dit voorjaar nog verschillende andere webinars, dus ik zou zeggen, hou zeker de website van de Vlaamse Confederatie Bouw in de gaten. En dan rest er mij nu alleen nog jullie te danken voor jullie aanwezigheid, voor jullie aandacht en uiteraard nogmaals dank voor de sprekers om hier present te zijn deze namiddag voor dit webinar. Een heel fijne middag iedereen.